Anouk en Ali B. waren gisteravond te gast bij INEC. Hier bespraken de twee Voice of Holland coaches niet alleen de finale van aankomende vrijdag, maar ook elkaars nieuwe liedjes. En zoals we gewend zijn van Anouk, ging het er hard aan toe. Nadat de finale van The Voice uitgebreid was behandeld, kwam er een kort fragment van de nieuwe single van Anouk die binnenkort uitkomt. Ali was vol lof over haar zangkwaliteiten. Ik denk dat Anouk de beste zangeres is van Nederland die ik heb gehoord. En ook een van de beste coaches is die ik heb meegemaakt. Vervolgens werd de meest recente plaat van Ali met Jan Smit en Gers Pardoel gedraaid. En een hoofdschuddende Anouk sprak boekdelen. INEC vroeg de zangeres of ze voor Ali zou hebben gedraaid als hij auditie had gedaan bij The Voice. Nee, ik kan het echt niet aan. Ik vind het echt heel slecht. De zangeres ging vervolgens nog even door op de verschillende optredens van de rapper. Elke keer als ik hem ergens zie, dan is hij of aan het huilen of bij de televisiering voor Mies Bouwman. Waarop Ali reageerde, ja, toen ging ik zingen en huilen tegelijk. Dat ging allebei niet goed. Gelukkig had Anouk nog wel wat lovende woorden over voor Ali. Ik vind hem heel goed bij The Voice. Hij kijkt weer naar andere dingen en zakelijk is hij heel sterk. Toch bleef ze erbij dat Ali muzikaal gezien niet zo sterk is. Dat nummer Waar ben jij nou? Ja, sorry, dat kan ik echt niet aan. Tenen comment.